Ik ben Reinier Sexton. Ik ben professioneel golfer. En ik werk nu ongeveer 7 jaar met AJ van Topmind. Heel vaak hebben wij een coach voor onze swing of voor bepaalde onderdelen. En ik miste nog wel wat op mentaal vlak. En zo kwam ik bij Topmind terecht. Nou, ik denk dat het ook wel met een bepaalde scherpte te maken heeft. Als professioneel golfer of als professionele sporter komt er gewoon heel veel bij kijken. Het is natuurlijk zo resultaatgerichte wereld. Niet alleen de sport, maar ook in het bedrijfsleven. Alles draait om cijfers uiteindelijk. En dat is heel erg moeilijk om dat los te laten. Dus ik denk dat een heel belangrijke doelstelling voor mij was dat ik mij richt op de dingen waar ik invloed op heb. Dat kunnen zijn mijn ochtendrituelen, dat kunnen zijn mijn routines in de baan. Dat kunnen zijn hoe kom ik op de juiste staat elke ochtend weer op de baan voor mij. En dus daar heb ik wel heel veel mee geleerd, ja. Focus is heel erg belangrijk bij golf, omdat wij heel veel tijd hebben om na te denken. En het choqueerde mij wel hoe vaak je negatieve gedachten hebt. Ja, en dat vond ik wel voor mij wel key om erachter te komen hoe je dat dan uitschakelt en hoe je dan weer in een goede vibe komt eigenlijk. Topmind training voor mij ziet er heel verschillend uit. We zijn af en toe op de baan. Het kan ook zijn dat we op kantoor zitten. Het gaat er gewoon om dat er bij mij heel veel structuur in blijft. En daar hebben ze ook een nieuwe tool voor ontwikkeld. Dat noemen ze de tracker. Ze bellen mij dan elke dag of ik mijn doelstellingen wel behaald heb. En dat werkt voor mij gewoon heel erg goed, want ik heb niet altijd coaching om mij heen. Training heeft mij wel veranderd door minder ook echt op talent te spelen. Ik denk dat talent heeft heel veel met gevoel te maken. Alleen soms heb je het gevoel gewoon niet. En dan is het heel belangrijk voor mij om dat gevoel uit te schakelen. Want ja, het gaat juist op de mindere dagen. Hoe ga je daarmee om? En dat is bij mij veel constanter geworden en veel minder zoekende geworden. Ja.